Een van de dingen die je zal merken met je cliënten is dat ze soms helemaal niet opgelost krijgen hun eigen problemen. En dat komt dan vaak omdat ze nog problemen, oude problemen, onzichtbaar dragen voor hun familieleden. Bijvoorbeeld het oorlogsverleden van opa. Of dat oma is misbruikt. Of dat papa te veel klappen heeft gekregen van zijn vader. En dat zijn oude trauma's, die zijn niet opgelost door de vader en moeder. En die zijn niet opgelost door de ouders van de vader en moeder. Die trauma's zitten gewoon nog in het familiesysteem. En wat je gaat leren tijdens de cursus online familie opstellen, is hoe je die oude trauma's die niet bij jouw cliënt horen, kunt laten teruggeven. En zodat aan het einde houdt je cliënt dan niks over, hè? Alleen maar zijn eigen shit. En daar kan je je cliënt nou ontzettend goed bij helpen. Maar bij dit soort dingen waarvan je eigenlijk niet kan zien van wie het nou eigenlijk is en wie het nou eigenlijk moet oplossen, kan je je cliënt ook niet goed helpen. Dus dit is een methode waarmee je je cliënt uiteindelijk alleen zijn eigen verantwoordelijkheid draagt en jij als therapeut, begeleider, veel meer kunt bijdragen aan de verbetering van zijn leven.